Look, it's sheep and cows. Yes. Het zijn ze, jongens. De koffers. Lady Young Smurl, 3 weken verlost van mij. Jij moet echt wel blij zijn. Doe je lief voor Kisha? Ja, you better. We zijn onderweg richting Amsterdam Airport. Want daar is het vliegtuig. En het vliegtuig gaat mij brengen naar Kenia. Dus spannend. Vol spanning ben ik nu wel. Dus een beetje zenuwachtig, maar wel super veel zin in. En lieve Kisha, breng mij weg. En we gaan ervoor. Kisha even uitzwaaien. Bye Kisha. Ik weet niet of ze me nog ziet. Ze ziet me niet meer. Nadat Angel Kisha mij met de Blue Dragon heeft weggebracht, was het tijd om de koffers in te checken. Gevolgd door Border Security en ik ben trouwe kijker, de Australische versie, zalig. En nog 1 keer een McDonald'sje, een Big Mac menuutje met een ijsteetje en een frietje. Lekker. Nog even voor de laatste keer. Gevolgd door een lekker kopje koffie. Kijk. Bakje koffie. Moet nog eventjes wachten, het ging heel snel. Deze mooie lounge, moet je kijken. Achteraf snapte ik waarom het er zo mooi uitzag. De koffie was 5 euro. Ongelooflijk. Daarna was het tijd om de Stox compressiesokken aan te doen. Het is tijdens een lange vlucht handig om die aan te doen voor de bloedsomloop en tegen van die dikke benen krijgen. Nog even wachten bij E3 en daarna mochten we boarden om naar Nairobi te gaan. We zouden vertrekken om 7:30 en dit zal dus een nachtvlucht worden. In the plane, yeah. Toch wel een flink stukje als je het zo ziet. Kijk jongens, wat een geluk. Oh, geen plek naast ons. Wat een geluk. Dat is wel heel relaxed. De vliegtuig stijgt en dit zal een rit van ongeveer 8 uur worden. Helaas was een kleine baby die zeg maar op standje maximaal de hele nacht doorgehuild heeft. Zo is nou eenmaal soms het leven accepteren en niet slapen. Na een ruime 2 uur slaap gehad te hebben, kwamen we aan in Nairobi. Look how beautiful. We zijn nu met Ruby, met Verland. Dat is wel goed, goede vlucht gehad. Niet heel veel kunnen slapen, maar. Met het tijdverschil waren we dus om 7 uur geland en om 12 uur ging pas onze volgende vlucht. Dus we moesten even chillen. Ze hebben mooie vlaggen, heel veel zoals je kan zien. Daarnaast hebben ze ook super creatieve mooie art. Echt bijzonder. Koffietje jongens, zo te zuinig. Eerste koffietje in Kenia. Lekker. Volgende wordt een binnenlandse vlucht Eldorette. 12:10, let's go. Lokale plane jongens, met deze gaan we nu binnenlandse vlucht. Jumbo Jet. Lekkere zon, nog een uurtje en dan zijn we eindelijk in ieder geval bij Eldoret. Dan nog een stukje met de jet, de taxi en dan zijn we er. We are at Eldoret. Let's go. We are with Kibet. We're with Kibet again. Yeah. Yes. He's gonna show me every animal in Kenya. We're gonna look at the sheep, at the cows, giraffes, lions. He's gonna show them all. Of course. Zero emission zone. Een grafkist daar, een rijdende grafkist. Netjes. We made it. Keep us, Kibet brought us to the guest house. Thank you, Kibet. Welcome. You've done very well. Box them. Thank you.
Kijk jongens, eerste Keniaanse maaltijd. Ja, ja, dus deze maaltijden vind je niet zo snel in Nederland. Bananen, pasta. Bananen, pasta en stoofje lijkt het een beetje. Lentils, bief. Bief, lekker bief. Biefpotje. Potje bief. Lekker hoor. Oké, we hebben net gegeten en ik ga nu richting het huisje. Dus ik ga jullie daar even in meenemen. En daarna omkleden, het eerste kleine loopje. Dus een kleine 10 kilometer, gewoon heel eventjes aanvoelen. Oké jongens, we gaan even voor de huistour. Dit is de casa, met mooie plantjes. Dit is de garden. Ziek mooie garden. Beetje overbelicht, maar dat komt goed. Want we gaan hier naar binnen. Dit is het huis. De shoes. 5 paar shoes mee, zebra's, paperflies, Glycine, Invincibles en de Hoka Scapulas. Toilettas met een opmaakhoekje, dat ben ik. Hi. Hier hebben we de slaapkamer. Hier is het nice bed. En de kast. Hier hebben we douche. Een wc. Gewoon nice. Master room, koelkastje en hier mijn mortenstapels, jelletjes, drinkmix en wat reepjes. Goed voorbereid, stroop voor bij de pannenkoeken, niet te vergeten. En mijn computer setup, dit wordt het werkhoekje. En nog een extra bed, maar dat is niet nodig, dus een bank om over te chillen. Kan ik hier eens een beetje candy eten, een beetje chillen op de bank. Dat is hem jongens. Dit is een protein. Very nice. We gaan ons eerste loopje doen. Moet je kijken wat een mooie gardens hier hebben. Het ziet er echt tof uit. Let op hè, dan gaan we hier doorheen. Dit is de gate. Dit ziet er dan zo uit. Wow, dat is wat kapot eng. Ik durf er gelijk niet te lopen man. Maak hem deze kant op. Hey, niet bewegen, dan komt hij in. Je gaat hij niet. We zijn er jongens, de Home of Champions, zoals je kan zien. We gaan ook eens een duurloopje doen van 10 kilometer. Over het algemeen ziet het er een beetje zo uit om te lopen. Dus je hebt een beetje van het rode ondergrond als een deel. We gaan naar nu een stuk asfalt. Dan gaan we een stukje heuvelachtig, dus het is heel erg veel heuvel op en af. Ja, het is lekker 20 graden nu of zo, dus goed te doen. We lopen gewoon rustig als de eerste duurloop. Dus we gaan ervoor. We zijn in Kenia jongens, die ten. Oh. We lopen nu op hoogte, wat betekent dat ik nu op 4 minuten, nou laten we zeggen 5 minuten rond in zone 2 loop. Dus het is even acclimatiseren, je loopt een beetje omhoog en omlaag. Maar dat is wel bijzonder, dus je moet heel erg letten op hoe hard je hier zo loopt, omdat je dus op hoogte loopt. Volgens mij 2900 meter, kreeg je toch wat minder zuurstof. En dat merk je gelijk, dus rustiger aanlopen. We proberen alles eens om mee te lopen, het eerste loopje niet gek te doen. Dit is een enge wolf hier, voor you. Eerste loopje in Iten, 10 kilometertjes, super rustig gaan. Maar heel lekker jongens, we zijn er. De Home of Champions. Oh. Nou, volgens mij ben ik er. There we go jongens, 10 kilometer, 5 minuten 8 gemiddeld. At the CNC Guesthouse. Poepoe. Ik ga nu even boodschappen doen. Even wat drinken halen, zodat ik wat in de koelkast heb liggen. Dus dat ga ik nu doen. Let's go, boodschappen. Oh, kijk een mooie blauwe vogel. Helemaal blue. Dit is de supermarkt jongens. Hier zo haal ik mijn ja, colaatjes en zo. Hier, klein supermarktje. Kijk jongens, heerlijk. Allemaal op de menu. Very nice. Dit was de eerste dag jongens. We gaan een hele mooie serie maken in Kenia. We hebben nu de reis gehad en het eerste loopje. Het is een zwaar loopje vandaag geweest. 10 kilometer, ook weinig geslapen. Video toch maar even afgemaakt vandaag. En morgen gaan we verder jongens. We gaan lekker doortrainen. Ik ga jullie overal in meenemen, dus hartstikke bedankt voor het kijken. Subscribe, like en volg mij in Kenia. Let's go.